Hartelijk welkom. Mijn naam is Klaas Engelvaart, teamleider van de bovenbouw, basiskader en uiteraard nu ook aanwezig omdat onze afdeling handel verkoop zich gaat presenteren. Ook energie in beslag. Hoe neem ik nou die energie in beslag? Techniek. Omdat we de juiste apparatuur er niet voor hadden, heb ik maar van te... Economisch resultaat. En kerngetallen, omdat de lente die tijd, daar ben ik uit opgekomen op 4 euro. 635 euro uit. Ons economisch resultaat is positief. In ieder geval willen wij nieuwe producten. Ik kan hebben bij een eigen vermogen van 1100 euro. En, ja. En als je misschien ons bedrijf heet FM Fashion. Ons product is een t-shirt. Hoe gaan we het aanpakken? Ik ben Nelis Akrene, 16 jaar. En ik ben Sjabeer, ik ben 15 jaar. Vanavond gaan we door met over onze ondernemerspak. We willen het ook op een meer vriendelijke manier doen, zodat we de meer niet gaan beschadigen. Iedereen wil betalen voor het product? Ja. En dat doen we ook, volgens mij van de meisjes. Dat ons pen in het bed. In het Arabisch. Ja, en hier ziet u het ook. We hebben al de regels, zodat we die eerst hebben behaald. We gaan ook Serious Request sponsoren. Ja. Die is 20.4. Ik vind het ontzettend leuk en ik dank u ontzettend voor de tip. En nog iets, we hebben een ondernemersplan gemaakt. Help ik. U nog vragen? Ja, ik heb altijd vragen, dus dat vind ik heel fijn. Dat het iemand die me goed heeft geholpen met het bedrijf. En ik wil natuurlijk ook uitbreiden met andere producten. En zoals een soort van voorbeeld wil ik later misschien en internationaal ook bekend doen. Ik wil groot houden om te investeren in mijn bedrijf. Dus heb ik 3000. Maar hoe dacht ik dan? Nou, misschien zelfs wel zo kunnen zeggen. Ja, dat innovatief, weer innovatief. Ik wil het wel even vasthouden, want het is wel even onderliggend. Ik ben ook benieuwd, hebben jullie zelf van mij op de badkamer gestaan? Nee. Ik dacht toen je weer gel in je houden doordat je het zelf geprobeerd hebt, dat het werkt. Dus heb je hem daarna eens gebruikt? Ja. Dit is één, dus u hoort een beetje bij elkaar? En u hoort ook een beetje bij elkaar? Een beetje in een team hier? Hoe doen we die? Nee, niet steen, niet steen. Nee, maar... Is geen bedrag meer aan hier? Wat op ze presenteren. Dat is de manier waarop ze er stonden en hun verhaal deden. En toch minder bezig waren om vanaf het papiertje aan het opbrengen waren. Dat zit misschien meer in de presentatie. Maar dat is alleen enige twee die het al 4 jaar samen doen. En we hebben echt het niveau van heel laag naar heel hoog zien komen. Voor jullie allemaal. Daar zijn we heel trots op. En daar zijn we heel erg blij mee. En het mooie ervan is dat jullie dit jaar, echt heel opvallend, bijna allemaal een product hebben ontwikkeld wat er nog niet is. Ik ga van 3 naar 1. Alleen 1 krijgt een werkelijke beker met een bon, maar nummers 2 en 3 hebben natuurlijk een hele eervolle vermelding. Op de 3e plaats is geworden Ruan Kreling met zijn ontwerp Flips. Geworden AX Stilo. Op nummer 1 is geworden Tunex.